Een hele goede morgen. Het is vandaag 3 december, oftewel dag 3 van Vlogmas. De energielevel was dit keer iets minder. Ik ben een beetje moe. Ik heb net eventjes een cappuccino'tje voor mezelf gemaakt. En er zitten nu broodjes in de oven. Ja, het is redelijk vroeg, want ik werd om een uurtje of 9 wakker, omdat mijn vriend toen thuis kwam van het uitgaan. En ik ben zelf niet meegegaan. Ik wilde eerst wel graag meegaan. Maar omdat ik vorig weekend me niet zo lekker voelde, of begin van de week eigenlijk, en de week daarvoor ook ziek was een paar dagen, dacht ik, laat ik even verstandig doen en gewoon thuis blijven. Het is niet heel spannend, maar het is ook wel nodig. En je hoort het ook een beetje, want elke ochtend zit mijn neus zo erg dicht. En dan gedurende de dag wordt het wat minder. Dus dat. Ik ga heel eventjes bijkomen met mijn kopje koffie. Niet in deze kamer hoor, maar ik zit eventjes in de kamer het verst van de slaapkamer af, zodat ik mijn vriend niet wakker maak. En dan zie ik jullie zo wel. Zo, ik heb hier een broodje pindakaas, croissant met kaas. En ik heb nog wat broodje in de oven staan, maar die ga ik nu heel eventjes opeten rustig en dan maak ik de rest wel. Ik ben echt totaal geen ochtendpersoon, dus ik ga echt er super langzaam over doen. En ik zie jullie zo wel op een gegeven moment als ik aangekleed en gedoucht ben en met iets meer energie. Goedemorgen iedereen, het is vandaag 3 december, zondag. En deze keer begin ik de vlog net ietsje anders. Zoals je kan zien zit ik alweer in de auto. En ik had misschien eerder kunnen opstaan en mijn ontbijt kunnen filmen. En de adventskalenders kunnen openen, want dat heb ik dus nu ook nog niet gedaan. Maar het is zondag. En om heel eerlijk te zijn, ik voel me eigenlijk niet heel erg goed vandaag. Ik ben al heel erg lang verkouden. En ja, verkouden is iets, dat heb ik echt altijd. Maar ik begin nu zeg maar een beetje al in mijn gezicht te voelen. Dus ik ben bang dat ik echt gewoon erger dan verkouden word. Dus ziek is dat dan. Maar goed, wij zijn, ik zit hier samen met mijn vriend, zit hiernaast. En we gaan nu naar Amsterdam. We gaan eventjes oppassen op het kindje van zijn zus. Dus dat is heel erg gezellig en leuk om haar weer een keertje te zien. En ja, verder gaan we even kijken wat de dag ons brengt. Ik wilde net van huis gaan, want ik heb straks afgesproken bij een vriendin thuis. En we gaan even lekker een lazy Sunday houden. Gewoon even chillen, kletsen, drankjes doen, eten en maskertjes waarschijnlijk. Net zoals toen we 16 waren. Ik heb daarom ook mijn joggingbroek aan. Gewoon lekker comfortabel. Maar wat ik bijna was vergeten, is dat ik nog een vakje mag openmaken van de kalenders. En ik zie hier nummer 3. Oeh, hey. Exfoliant zeep. Het gaat heel lekker. En hier zit er nog eentje. Hé, hey, wat is dat? Oh, het is een lipstick. Nou, ah, super mooi. Ik ga nog heel veel mijn spullen pakken en dan ben ik klaar om te gaan. Ik neem ook deze mee voor een vriendinnetje van mij. Voor Celeste is deze, want die heb ik voor haar gestekt. En die moet ik echt al, ik denk 3 maanden aan haar geven. Dus het wordt tijd. Dit ding is echt bijna volledig volgroeid. Dus ik denk dat ze er heel erg blij mee zal zijn. Oké, okay, ik had eventjes niet door dat het aan het regenen was. Oh my god, het is echt super hard aan het regenen. En ik was die plant alweer vergeten, dus ik ben weer naar boven gerend. Ik wil niet meer. No. Ik ben op het station en op tijd, maar ik had vandaag voor het eerst in zoveel tijd geen waterproof make-up mascara op. Nou ja. We zijn in Amsterdam aangekomen en we zijn dus nu aan het oppassen. Dus daar op de achtergrond hoor je een beetje een soort van muziekje op de televisie. En ik zal haar lieve voetjes filmen, want die zijn zo schattig en ze kan net staan. Kijk dan, van die lieve bolle voetjes. Oh, ze gaat nu een beetje lopen. Kijk dan. Maar uiteraard laat ik verder niet haar gezichtje zien. Uit privacy reden natuurlijk. Maar het is wel echt heel erg leuk om te zien hoeveel ouder ze is geworden in zo'n korte tijd. Dus ja, oppassen. Dat doen we eigenlijk helemaal niet vaak. En, maar het gaat wel goed. Ze is echt super lief en schattig. Wat is ze nou aan het doen? Een soort van dansen. Spijt met de neus op het beeldscherm. En als lunch heeft mijn vriend zelf een hamkaascroissantje gemaakt. Door gewoon deze door te snijden en er kaas en ham tussen doen. En dan lekker in de oven. En wie kent deze trouwens nog? Het is super grappig dat ik deze zie staan. Want deze had ik zelf eigenlijk thuis ook toen ik een baby was. Super cool. Echt zo old school. Even kijken, als je zo. Even de muntjes. Yeah. Super leuk om te zien. Nu eerst eventjes lekker eten. En buiten is het echt super vies weer. Ik weet niet of je het kan zien, maar het regent op dit moment. En het is lekker grijs. Mooie zondag. Nou, ik ben inmiddels bij mijn vriendje Celeste in huis.
zit hier nu net de nasjes in de oven te doen. En Cynthia achter mij is een guacamole aan het maken. Want we gaan eventjes gewoon lekker eten. En we hebben dingetjes gehaald voor nachos dus. En we hebben chocola gehaald. En we hebben rode wijn. En we hebben Spaans vlees. Dus. En chocola. Ja. En de chocola. Lekker aan het hakken. Ja. Lekker aan het huilen ook. Nee, helemaal niet. Ik kan het gewoon handelen. Ik heb een bril, hè, dus dat scheelt. Het scheelt, ja. Mm. Eten is klaar. Hier zijn de nachos. Dit is de zelfgemaakte guac. En eigenlijk heb ik net al gezegd wat we allemaal zullen hebben. Dus dat staat er nu. Dus eet smakelijk. We zijn een paar uur later en lopen nu buiten. We hebben de baby helemaal aangekleed in het pakje. Winterjasje ook nog aan in de kinderwagen gekregen. Maar dat was voor ons echt voor het eerst. En we hebben echt even teamwork nodig gehad. Maar het is gelukt en we lopen nu lekker buiten. Het is echt helemaal niet heel erg koud vandaag, vind ik. Maar best wel chill. En we lopen naar Toki. Dat is een hele leuke koffietent hier verderop in Amsterdam. En als je onze blog volgt, heb ik daar wel eens over geschreven. Maar ze hebben nu sinds kort ook eten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. En het is wel heel erg gezellig om daar naartoe te gaan. Want de vader van het kindje is daar de eigenaar van. Dus vandaar dat we hier nu naartoe gaan en iedereen daar zien. Maar ja, ik vind het wel lekker om bij je te zijn. Het is echt heerlijk vandaag. En ik zal even mijn vriend filmen hoe het eruit ziet. Volgens mij is het voor het eerst dat hij achter een kinderwagen loopt. Kijk hem lopen dan. Oh. Wie weet, over een paar jaar zie je dit vaker voorbij komen bij ons. Dit is de shiso pesto rice. Dit is de Toki toast. Daarachter hebben we de soft boiled egg. En Dijs is heel van het tikkenspel aan het spelen. Super mooi uit. Wauw. Nou, we hebben hier drie lekkere maskertjes die we even op gaan doen. En links is een hele coole. Links is de Magic Mask. En die gaat van rood naar oranje verkleuren. Dit is een... Dit is een Cleopatra masker. En dan lijkt je op Cleopatra. En dit is een tijger maskertje. Cynthia wijst graag alles aan met de ranzige voeten. Ik word gedoucht hoor. Okay. Deze is voor jou. Dankjewel. Die voor jou. Ik ben echt vooral heel erg benieuwd naar die van jou. Oh, ik vind hem zo vet. Je bent net zo'n worstelaar. Ja, dit is alleen nog zo'n broekje. Ik heb ook mijn pakjes aan. Ja, ik zou zo mijn pakje aan doen, oké? Oké, dank je. Ik zie nog niks veranderen. Hij is nog wel oranje. Mm-hmm. En hij zou... Even kijken, hij wordt... Oh nee. Hij moest hij niet... Wordt hij dan oranje en daarna pas rood? Want hij is nu oranje en paars. Of zou die al veranderd zijn? Ja, maar ik heb hem pas net geopend. Ja, hier. Hé, hey, volgens mij is dit gewoon... Het is best wel scary, hè? Maar ik heb wel gewoon wenkbrauwen en zo. Oh. En een wangetje. Cynthia. Van haar masker zit perfect op, maar die van mij. Die is juist knap. Dat je gaat ademen en dat je dat masker inlaat. Oké, okay, nou, nu zit hij goed. Gewoon even lekker. Hoppakee. Oh, ik kan niet meer. Oh, ik ga helemaal schrikken. We zijn weer weg uit. We zijn weer weg uit de stad en lopen volgens mij nu in Amsterdam-Amstel. Dus we gaan hier eventjes naar de Amazing Oriental. Die is hier echt mega groot. Deze is echt zo ontzettend groot. Kijk dan. Wow. Hey, een kerstboom. Bijvoorbeeld de drankjesafdeling. Moet je kijken hoeveel keuze er is. Dat is niet normaal. Natuurlijk weer bijzondere Fanta's. En ik heb ook een keer... Oeh. Fanta Berry. Oké. En hier heb je een mega selectie aan ginger beer. En dat vind ik zo lekker. Normaal heb je zeg maar alleen dit merk. Maar nu heb je ook dit. Zoveel. En wat is dit? Het is een Dr. Pepper Cherry. Oh, dit is niet per se nieuw of zo. Het is een Cherry Fanta. Wel heel veel keuzes. Toen ik in Amerika woonde was dit echt mijn drankje. Dat vond ik zo lekker. Het is echt een en al suiker. Maar ik vind hem wel heel lekker. Dus ik denk dat ik er eentje ga meenemen. Dat kost maar een euro. Volgens mij is dat echt best wel een goede prijs.
Kijk of er nog meer leuks is. Hier heb je namelijk de hele grote. En ik kocht natuurlijk echt deze grote dingen. En dan deed ik er wel lang mee, maar echt heel erg lekker met heel veel ijs. Dat wel, dat wel. Heb je ook allemaal andere dingen. Wat ook super chill is, is dat je in deze Amazing Oriental ook allemaal van die verpakkingen hebt. En ik hou ook heel erg van verpakkingen. Kijk dan. Allemaal dingen waar je het in kan bewaren voor als je leftovers hebt. Misschien handig met de feestdagen bijvoorbeeld. Ideaal. En daar heb je allemaal gekleurde bordjes. Dit is echt gewoon verpakkingsheaven. We staan nu natuurlijk op de snackafdeling. Kijk dan, het loopt helemaal door tot achter. Hier ook. Ik heb deze even gevonden. Ik ken dit niet, maar het lijkt wel heel erg lekker. Buttered cheese. Maar ik kan helaas niet de verpakking heel goed lezen, want het is allemaal afgeplakt. Maar het klinkt wel goed en het is niet een heel groot zakje, dus... Nou, ik zit inmiddels nog steeds bij Celesta en Cynthia heeft afscheid van ons genomen. Dat is jammer, want we hebben nu net sushi besteld. Lekker! Ja, want er moet ook gewoon avond gegeten worden en we hadden er heel veel zin in, dus is smakelijk! Hallo, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb het echt heel erg koud, dus ik ga zo even de verwarming omhoog zetten. Maar ik dacht, ik ga jullie nog eventjes laten zien wat ik bij de toko heb geshopt. Het is niet superveel of zo geworden, maar ik dacht, het is toch nog wel heel erg leuk. Want ik heb uiteindelijk die chips die ik liet zien, die heb ik teruggelegd. Mijn vriend zei, ja, hij lijkt gewoon een beetje op de Doritos chips. En dat is ook misschien wel zo. Dus ik dacht, ik ga dat terugleggen en ik heb gewoon andere dingetjes gepakt. Dus allereerst natuurlijk deze Hawaiian Punch, dat ik jullie al eerder laten zien. Dus dat is een lekker blikje. En ik heb ook nu dit gekozen. Dit is van Oreo Cookies and Cream Instant Pudding and Pie Filling. En ik zag dat je hier echt alleen melk aan hoeft toe te voegen. En toevallig heb ik melk in huis, dat heb ik niet heel vaak. En je hoeft dus alleen melk eraan toe te voegen, een beetje te roeren eigenlijk. En dan krijg je gewoon pudding. Dus ik dacht, nou, dat is super lekker. En ik ga dat denk ik vanavond wel proberen, want het lijkt me heel erg lekker als een toetje. En ik heb ook dit gekozen. Dit zijn de Pop-Tarts in de smaak Hot Fudge Sundae. Dat is mijn favoriete smaak. Er is eigenlijk geen andere die ik echt heel erg lekker vind van Pop-Tarts. Dus dit is echt my jam. En dit is echt gewoon puur suiker wat je loopt op te eten. En wat je verwarmt in de broodrooster. Maar ik vind het echt super lekker. Dus ik dacht, dit ga ik gewoon eens in de week. Weet ik veel hoe vaak ik ga het nemen. In ieder geval niet te vaak. Zit er ook maar achter in trouwens. Ga ik dit een keer nemen, want dit doet me gewoon weer heel erg denken aan vroeger. En ik vind deze smaak echt super lekker. Mijn vriend is momenteel in de keuken eigen wontons aan het maken. Of dumplings. Eén van de twee. In ieder geval het avondeten. En hij wilde heel graag dat gewoon zelf gaan maken. Dus daarom waren we ook naar de toko gegaan. Dus ik ben heel erg benieuwd daarnaar. En ik zie nu trouwens deze twee adventskalendertjes dingetjes liggen. Van de afgelopen twee dagen. En ik besef me dus dat ik nog mijn adventskalenders mag gaan openen. Dus ik dacht, dat kan ik misschien gelijk ook maar even gaan doen. Nou, als het goed is, hebben jullie ook bij Tara kunnen zien wat er dus achter hokje nummer 3 zat van de Essence kalender. Dus ik ga hem eventjes snel openmaken. Oeh, een lipstick. Ziet er heel mooi uit. I am yours long lasting lipstick. Even kijken. Het ziet eruit als een hele mooie rozige kleur. Leuk. Dit kan je natuurlijk altijd gebruiken. Dus dat vind ik echt super leuk dat erin zit. Dus dat was nummer 3 van de Essence. En dan ga ik eventjes door naar de Unique poster kalender. Nummer 3. Dit is... Oh, die is ook heel leuk. Moet je kijken. Het is een hele leuke poster met allemaal tropische dieren erop. Maar echt in een soort van, ja, designachtige stijl. Ik vind deze echt heel erg tof. Heel cool. Maar ja, net zoals inderdaad van die Berlijn poster die ik gisteren had gehad. Het is niet heel erg Christmassy of iets wat ik nu in mijn kamer wil hangen. Maar ik vind hem echt super leuk. Voor misschien straks in de lente of in de zomer. Nou, mijn vriend is toch nog bezig met het eten. Dus ik dacht, ik ga vast gewoon kijken of ik die pudding kan gaan maken. Dus ik heb even wat dingen erbij gepakt. Ik hoop dat het zou kunnen passen in dit bakje. Die heb ik een keer gebruikt voor het maken van die crème brûlée. Dit is een maatbeker. Natuurlijk de Oreo spul, wat melk en ik heb een lepeltje om te roeren.
en een weegschaal. Op de verpakking staat namelijk dat je het hele zakje moet gebruiken op 500 ml melk. En dan maak je voor ongeveer 4 à 5 personen pudding. Ik ben hier maar mijn eentje, of in ieder geval mijn vriend is er wel, maar hij houdt niet van dat soort dingen. Dus ik wil eigenlijk gewoon maar één serving maken. Dus ik ga gewoon alles door vieren doen. En ik hoop dat ik genoeg melk heb. Dat weet ik dus niet 100% zeker. Dus ik heb eigenlijk 125 ml melk nodig. En dat zal ik eens eventjes gaan afmeten. 25 gram. Oh, het zijn al een beetje klonten. Oeh, het ruikt wel lekker. Oeps, nou, 6 is iets meer. Maar dat maakt verder niet uit. Ik zal nu eventjes die klontjes weghalen. Oh, volgens mij zijn het geen klontjes, maar gewoon stukjes koek eigenlijk. En dan ga ik nu de melk erbij doen. Oeh, perfect! Perfect. Oké, dus dit moet je eigenlijk heel goed nu kloppen met een garde. Ik zal eventjes kijken of het eerst hiermee lukt, want anders moet ik weer terug naar de keuken lopen. Nou, dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb het even een tijdje rondgeroerd en de stukjes zitten nog steeds in en die beginnen een beetje te drijven. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Het is trouwens belangrijk dat je koude melk gebruikt en het werkt niet als je sojamelk gebruikt. Dus dat is eventjes een dingetje als je dat misschien afvroeg. En ik ga hem nu eventjes in de koelkast zetten, want eigenlijk moet je deze nu nog 5 minuutjes laten opstijven. Maar ik ga dit pas na het eten eten. Dus dat is nog langer dan 5 minuten, dus dan komt het denk ik helemaal goed. Dus ja. Ik ben Ray aan het helpen met zijn wontons. Goed uitspreken. En dit is de allerlaatste. Dit is nummer hoeveel? 60? 50? Nee, ik wil geen antwoord geven. Dus ongeveer nummer 50 of 60. En nu gaat hij helemaal dicht. Zo. Tada! Gaat hij bij alle anderen. En dit is maar een klein gedeelte. We hebben ook al een gedeelte in de vriezer gelegd. Want ze zijn heel goed om in te vriezen. En dit is de rest wat aan het lekker pruttelen is. Dus hier gaan de wontons straks erbij. En als ze dan gaar zijn, dan komen ze naar boven. Hm? Ja, je hoeft niet helemaal in te zoomen of zo hoor. En dit is de pak soi, toch? Ja, de pak soi. Dat komt allemaal straks erin. En ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat smaken. Maar dit was best wel een werkje. Zo, ik heb het uiteindelijk best wel laat gemaakt. Het is nu 9 uur 's avonds, want we hebben net dus eventjes sushi gegeten. Super lekker. En nog heel veel gekletst, want ik had Celeste al een tijdje niet gezien. En ik weet niet of jullie het al wisten, maar Celeste is mijn beste vriendinnetje. Dus we hebben altijd eindeloze gesprekken. En het is altijd echt heel erg gezellig. Dus ik vond het heel erg leuk om weer eventjes haar te zien en lekker bij te kletsen. En nu ga ik weer lopen naar het station. En dan straks weer richting huis. Dus ik heb net niet zo, wow, ik heb echt een hele rode wangen. Oh my god. Oeps. Ik heb wel wat rode wijntjes op. Dus vandaar dat ik wel best wel rode wangen heb. Wat ik wil te zeggen is, ik heb niet zo heel veel gevlogd net. Omdat ik dus zo ontzettend veel heb gekletst. En ik loop nu dus door het oude dorp. En het is echt helemaal uitgestorven hier. Heel rustig. Maar het is dan ook zondag. Dinner is served. Het ziet er echt super goed uit. Ho. En het ruikt ook echt onwijs lekker. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. We gaan lekker Netflix kijken. Ik weet niet wat, want gisteren hebben we een serie gekeken. En dat was Mindhunter. Dat vonden we niet heel erg een succes. Dus we gaan nu eventjes kijken of die Punisher wat leuks is. En dat was Tara volgens mij ook aan het kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we ervan gaan vinden. Nou, enjoy. Zo, ik heb echt super lekker gegeten. En na het eten komt natuurlijk een toetje. En dit is de Oreo pudding geworden. Zoals je kan zien is die echt helemaal hard. Ik kan denk ik zelfs dit doen. Ja, ik was heel even bang dat het mis zou gaan. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ga heel eventjes een hapje nemen om te kijken of het smaakt. Ik zal ook even een stukje met de hardere stukjes nemen. Zo ziet het eruit. Mmm. Mmm, het is lekker. Oké, zoals je kan zien. Het blijft echt super goed zitten. Het is niet zo heel erg machtig. Ik zou het eerder zeg maar een beetje ergens richting waterig willen noemen. Maar dat kan niet echt, want er zit geen water in. Maar ik vind het wel heel erg lekker eigenlijk.
En over desserts gesproken, het lijkt me leuk om hier een beetje de vlogvraag van deze keer rondom te maken. Want ik vraag me af, wat is jouw favoriete dessert? Of toetje, of hoe je het ook wil noemen. Dat kan natuurlijk heel simpel zijn als een bakje flambe. Het kan ook heel spectaculair zijn als een crème brûlée, een dame blanche, of wat dan ook. Of misschien wel een Oreo pudding. Ik weet het niet. Dit is niet per se mijn favoriete toetje, maar het is best wel lekker om te eten. Zo, ik ben inmiddels weer thuis en ik ben echt ontzettend moe. Ik heb gelukkig geen make-up meer op, dus ik hoef alleen nog maar mijn tanden te poetsen. En ik denk dat ik gewoon nu al meteen mijn bed inga. Want ik heb morgen heel erg veel werk te doen en het is nu 10:00 s'avonds. Dus als ik nu gewoon lekker ga slapen, kan ik morgen lekker vroeg opstaan en lekker veel doen. Dat is tenminste mijn plan die ik net 1 minuut geleden heb gemaakt. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het antwoorden van de vlogvraag van gisteren. Ik vond het super grappig om te zien waar jullie allemaal vandaan komen en in welke delen van het land of de landen jullie wonen. Dus super bedankt voor het antwoorden daarop. En ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze 3e aflevering van Vlogmas alweer. Ik vond het echt super gezellig vandaag en ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En geef hem vooral een duimpje omhoog. En kom alsjeblieft morgen weer terug om gewoon weer een volgende Vlogmas vlog van ons te zien. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee was. Laat me eventjes weten in de comments wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. En hoe jouw aankomende week eruit ziet. En dan zou ik zeggen... En dan zie ik je weer heel graag terug in de Vlogmas van morgen. Doei! Doei!